Hey, hallo allemaal, welkom weer bij Factorio. Vorige keer was ik bezig met hier het dingetje erop zetten. Dat heb ik voor mij toen het uit gedaan. Vandaag ga ik het nog verder opzetten. Oh ja, ik had al die dingen gemaakt. Basic accumulators. Niet meer? Hoe waren het ook weer nodig? Even kijken, ik kan er nog 22 maken. Oh, hier zijn er nog 13. Ga dan maar toe voor deze. Oké. Okay. Ik moet iets ook natuurlijk nog altijd doen. Even kijken, waar kan ik me vandaag voor mee bezighouden? Een systeemscan hoef ik niet te doen. Tenminste, een systeemscan. Locatiescan. Suggest 2,4. Even kijken wat solid fuel is. Solid fuel, oké. Okay. Mooi, dat is namelijk ook precies wat ik nodig heb. 100 solar panels. Processing unit. Met dames kan gaan werken. Oké, het zit dus echt alleen hier tussen. Electric engine unit. Even kijken. Staal, ijzer en pijpen. Want ik zal ze ergens al opgezet. Nee, niet. Dan de vorige keer. Oh ja, ik heb hier. Nee, ik heb dit natuurlijk naartoe gedaan. Nee, nou weet ik het weer. Dat ging daarom. Dat was deze lijn. Oké. Dan, volgende stap. Ik eerst maar met de 100 normale engine units beginnen. Doe ik het gewoon voor nu eventjes heel erg simpel. Met 200 nodig, dus ik doe dat. Okay, to be fair.
Okay, dus ik ga 400 pipes nodig hebben. Even veel mijn ijzer. Toen kijk, voor mij volgens mij heb ik nog wel ergens een ijzerchest. Dat heb ik sowieso nodig. Goed, zetten we nog meer in. Iron gear wheel. Ik heb 100 iron... Nee, 200 iron gear wheels nodig. Dus ik ga waarschijnlijk... Even wachten. Ik doe ze eventjes per 50 dan. Dan kan ik nog wel eventjes. Die heb ik dan. Dan moet ik. Dan heb ik daar 50 van. Wacht, nu ik toch daarmee bezig ben. Ik heb er 150 nodig, dus... Nee, 200 bij elkaar, dus... Hier ga ik er 400 van nodig hebben. Ik had eerder rekening moeten houden met rechtermuisknop. Nou, geef niet, geef niet. Beter later nooit. Zal ik hem super dat zo meteen? Ik hou even staan in. Moet ik hier nog even doorgaan dan? Twee electronic units. Per, dus ga ik... Kijk, koper.
was ik nou eventjes... Oké, hoeveel had ik... 200 electric units, dus er is 400 van die units. 400 van die circuits. Kijk eens aan. Dan klopt dat en dan komt het maar goed. Waar zitten ze? Dat is echt niet alles. Ah, hier. Kijk eens aan. Oké. Jij kan in een blauwe en een gele, oké. Heb ik eigenlijk iets wat niet gebruikt wordt daarvan? Ik moet even onthouden dat die voor de rest van niet gebruikt wordt. Oké, maakt niet uit. Dan heb ik een... jou er gewoon bij. Pak gewoon even alle pipes en die gooi ik gewoon hierbij. Ik weet niet veel te zijn. Maar dit lijkt me vooral goed bezig te zijn. Ik heb weer zo al die circuits nodig. Kijk maar, ik heb er ook eigenlijk al twee in mijn inventory, dus die ga ik hier ook alvast bij doen.
heb hem momenteel toch niet echt gebruikt. Nee. Alhoewel. Nu heb ik kring of ijzer nodig. Hoezo? Hij krijgt helemaal geen ijzer binnen. Put. Oké, dat is inderdaad een best wel belangrijk onderdeel. Pak jou gewoon even mee en jou. Gewoon een beetje tidying. Ik ga zo'n ondergrondstuk nodig hebben. En een splitter. Ah shit, ik ga er nog 5 daarvan gebruiken. Nou, maakt niet uit. Maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat alles gewoon goed geconnect is. Is pas met 14. Dan 50, dat is al iets. Kijk, jullie twee moeten even terug erbij halen. Want ik zit nu eigenlijk ook gewoon zoveel mogelijk weer terug te zetten. Wow, jou heb ik hier vandaan gehaald. Nou, eigenlijk is het natuurlijk niet bedoeld dat ik dingen geslopen slopen. Doe ik dan ook eigenlijk helemaal niet. Maar ik moet hem voornamelijk verwachten. Oh, die treinen en shit, die moet ik ook nog altijd doen. Nou ja, moeten. Dat is eigenlijk nog niet eens nodig. Ik bedoel, ik heb hier een heel fucking imperium. Het is misschien best wel een beetje extreem. Maar dat geeft niet. Ik heb hier mijn auto, mijn tank en mijn tank. Hoeveel fucking van die dingen zou die nou eigenlijk hebben? Waarom 50?
taal gaat fout. Er komt inderdaad geen staal binnen, hoezo niet? Ik denk dat ik het zelfs wel weet. Ja, dacht ik al. Staalproductie is niet snel genoeg. Daardoor gaat hij dus, zit hij dus nog een beetje te fucken. Nee, oké, dan is het logisch. Oké, 24. Het is echt voornamelijk om te wachten. Dus een beetje controleren, een beetje wachten. Oké, okay, er zitten 182 van die dingen. Die groene maar. Oké, okay. Jij maakt dus precies die platen. Kijk eens aan. Hey, mijn downloads zijn een beetje aan het klaar. Klaar aan het gaan. Waarom moet ik trouwens downloads aan opstaan? Het heeft ermee te maken dat ik een nieuwe schijf heb. Dus ik ben even. Letterlijk al mijn spellen ben ik aan het installeren. En liefst heb ik het allemaal voor zondag geregeld. Dus. Even kijken. Lubricant engine units en al die dingen, oké. Maak er nu 11, dan moet ik er nog 9. Oké, mooi. Dat is dan geregeld. Ligt eigenlijk alleen maar hier aan. Dan is dat geregeld. Ga ik nog een stap in dezelfde richting doen. Twee daarvan. Twee daarvan. Nou, hoe zit het met zonnepanelen? Oké, die kan ik gewoon echt overal in maken. Ik sta erop wachten.
Waar staan die ook weer zo'n... Echt handig om dat erbij te zetten. Oké. Jou weghalen. Jou ervan maken. Oké, hoeveel heb ik daar eigenlijk van nodig? Hier zit geen één tussen. Hier niet. Honderd, oké. Vijf koppen plate per, dus heb ik iets van 500 koppen nodig. Nou, we raken gewoon even naar de copper chest uiteraard. Ik zal gewoon even direct alles eruit halen, omdat ik weet dat ik nog veel meer dingen moet gaan maken. En het is de bedoeling dat deze twee producties uiteindelijk klaar zijn. Het gaat maar om 100, dus oké. Okay. 15 circuits per. Zit je aan 1500 van die circuits te denken? Oké, wat heb je nodig voor zo'n circuit? Oké. Jou. Misschien is dat nog één van jou. Ik dacht allemaal voor deze, dus. Jij maakt. Die. Jij. Zullen het weer wat simpeler standaard dingen zijn, maar... 1500 ga ik er niet maken. Eén split en eens ondergrondse. Basically, je moet verplaatsen naar de andere kant. Oké, die twee wissel ik dan wel eventjes. Engine units en jou. Dan los daarvan. Ik was hier mee bezig.
Oké, het is eigenlijk altijd voor mij, maar dat maakt niet uit. Een rode. Hoeveel heeft die trouwens van staal nodig? 50, dus 500. Dat kan ik wel dan gewoon naartoe brengen. Hier de 3 van. Ja, gaat hier nog dat en dat. Dan gaat het daar naartoe, dus dan is dat geregeld om 500. Nog even halen van het andere spul. Sorry, maar dat moet nou eenmaal. Dan volgende opname. Dus schijnt de rocket shooting speed klaar. Dan heb ik. Hier was het. Dan zijn waarschijnlijk ook alle solar panels ervoor geregeld. Dit laat ik gewoon hier allemaal staan. Gewoon. Voor het geval dat ik nog een keertje solar panels nodig heb. Jullie laten het gewoon staan, dat maakt ook niet uit. En dan heb ik waarschijnlijk alleen maar engine units. Ik weet niet zeker of ik ze dan ook weer hierin heb gedaan. Ik denk eigenlijk van wel. Maar dat is niet zeker uit. Trouwens, 100 of 200. En hoop ik dat ik ook op tijd heb met deze twee, ja. Anders ga ik actueel tussendoor nog... Oeh. Speedbonus. Oké. Anders ga ik tussendoor nog ergens anders naartoe. Met die vijanden en shit. Ik hoop het gelukken. Trouwens. Low density structure. 100. 20, 110. Daar ga ik eigenlijk 110 van nodig hebben, dus ik kan in principe. God. Ik 1100 steel nodig hebben. Zucht. In ieder geval, beste kijkers, tot de volgende keer.